De kans is groot dat het Brabantse nachtnet gewoon blijft bestaan. Het provinciebestuur reserveert ruim 8 ton om de nachttreinen de komende 3 jaar in stand te houden. Dat betekent dat er op vrijdag en zaterdag tot 4 uur 's nachts een verbinding blijft tussen Eindhoven en de Randstad. Eerder wilden de NS en de provincie stoppen met het nachtnet, omdat er te weinig mensen gebruik van zouden maken. Maar dat viel verkeerd bij onder meer de Eindhovense politiek. Eindhoven moet 73.000 euro bijdragen om het nachtnet in stand te houden. Vrijdag buigen de Provinciale Staten zich over het voorstel.